Welkom bij de Elfia Show. Mijn naam is Thomas en vandaag weer een bijzondere gast. Dit is namelijk een grafin. Een grafin met een hele lange bloedlijn. De langste bloedlijn. Ja. En ook de enige, ik ben de enige nazaat wiens bloedlijn direct is terug te linken aan de oudste elf ooit gevonden in Elfia. Je bent de enige die nog over is. En waar is dat precies uit te blijken? Gewoon, is dat iets, kun je dat aantonen? Of is waar dat gewoon dat iets blijkt, wat je weet? Dat is van totaal geen belang. Wat wel van belang is, is dat ik dus de enige ben die werkelijk recht heeft op de troon. En wat betekent dat voor alles wat nu gaande is in Elfia? Dat het één grote chaos is. Iedereen wil een gooi doen naar de troon, maar er is er slechts één die er recht op heeft. En dat ben ik. Dat ben jij, maar op dit moment is er toch de elf die... Voor jou. Sorry, u. Maar op dit moment is toch de elf die... De elf is toch nog veel te jong. Okay. Is niet eens een jaar. En bovendien, de elf is bij die vreemde tovenaar Salem-Di. Ja, precies, want die is daar nu, die wordt opgevoed door Salem-Di. Vreselijk. En, vreselijk. Vreselijk. Zou je het liever anders hebben gezien? Zou u het liever anders hebben gezien? De elf heeft een duidelijk rolmodel nodig. Een moederfiguur. En iemand u met denkt warme, dat... warme moederlijke gevoelens. Met warme gevoelens, ja. Ja, mee eens. En iemand die structuur kan bieden ook. En denkt u dat u die rol kan vullen? Nou, ik weet in elk geval, Salem-Di kan het niet. Oké. En... Nu met de troon. Bovendien. Ik denk, nee, dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Ik ben de enige die die rol kan vervullen. Oké, en ga je er ook, heb je daar ambities voor? Ga je er nog... U, voor jou. Sorry, u. U. Gaat u er nog achteraan? Heeft u plannen om hier... Weet wat... U bent een beetje intimiderend. Ik? Ik ben een en al warmhartigheid. Mededogen en medeleven. Oké, ja. Wellicht heeft u issues uit het verleden, een trauma of zo. Dat zou kunnen. Ja, zou dan kunnen. Niet mij daar de schuld van geven, hè? U staat er buiten. Dat komt geen probleem. Ja, laten we het weer hebben over Elfia. Wat zijn nu uw plannen voor de komende tijd? Mijn plannen. Die ga ik niet met jou delen. Oké. Nee. Dank u wel voor Ik heb wel grootse plannen. Dat wel, ja. Oké. Nou, in dat geval, dank u wel voor uw tijd. Wij zijn helemaal nog niet klaar. Oké. In dat geval, wat... Wil je mij hier voor 2 minuten laten komen? Mevrouw, het spijt me, ik weet niet wat ik... Kom, stel nog eens een interessante vraag. Welk eten vindt u heel erg lekker? Neem je me mee uit eten? Wat enig. Ik ben dol op de Franse haute cuisine. Nou dan... Oké, ik weet niet wat ik nu moet doen. Oh jee. Ja, dat heb je dan zo, hè. Ik heb dat nooit, dat ik niet weet wat ik moet doen. Kijkers, dank jullie wel. Ik ga kijkers, zo uit eten. Kijkers, ik wil u bedanken voor uw tijd en aandacht. En hierbij sluit ik dit interview graag af. Tot ziens.